Jonetta ter Borch Elfering. Wekenlang vergadert het verzet in Jonetta's huis. Ook op 31 maart 1945, één dag voor de bevrijding van Enschede. Zwaar bewapende leden van de Sicherheitsdienst stormen die avond het huis binnen. Ze zijn verraden. Jonetta woont met haar man Gerrit en hun kinderen in een prachtig huis in Enschede. Jarenlang helpen ze onderduikers. Het einde is in zicht. Een ober uit Enschede, Karel Huska, stelt de vergadering voor. Niemand koestert op dat moment argwaan tegen hem. Hij blijkt een Duitse spion. Eén voor één worden de 8 verzetsleden doodgeschoten. Jonetta mag nog haar 2-jarige zoontje aan de overkant van de straat in veiligheid brengen. Uit angst dat haar kinderen ook slachtoffer zouden worden, keert ze terug naar huis, haar dood tegemoet. Als het einde van de oorlog in zicht is, hoeveel risico ben je dan nog bereid te nemen?